Hallo en welkom bij weer een jaar van de tuin. We gaan het deze keer wat minder over planten hebben en wat meer over diertjes in je tuin. Wat je daar zoal mee, voor, tegen kunt gaan doen. En daarvoor is bij mij aangeschoven Corinna Vermeulen. Die weet daar toevallig heel veel van. En die heeft ook een hele hoop diertjes in haar tuin. Ik vraag heel vaak, aan de gast, hebben jullie wel of niet een tuin? Nou, tuinier jezelf ook. Maar Corinna was al enthousiast en die heeft mij een hele hoop foto's gestuurd. Misschien is het goed als je jezelf even voor kunt stellen. Want ik begreep dat jij een hele hoop tuin- en diertjes gerelateerde dingen doet in Leiden. Ja, dat begon eigenlijk lang geleden toen ik in 2000 bij de vogelwerkgroep Kronenstein ging. Van daaruit ben ik steeds meer betrokken geraakt bij Polderpark Kronenstein, ook bij het beheer ervan. Zodat ik nu bestuurslid ben van Stichting Groen Kronenstein, die hebben we vorig jaar opgericht. En verder red ik padden en andere amfibieën en daar heb ik de paddenpatrouille voor opgericht vorig jaar. We hebben intussen meer dan 100 leden met dank aan de pandemie. Oh, wow. En dat gaat dus lekker. Ja, ik heb volgens mij wel eens mensen zien lopen met die hesjes. Jullie zetten dus letterlijk padden over van de ene naar de andere kant. Ja. Oké. Okay. Oh, dat klinkt, vindt sowieso wel heel erg sympathiek natuurlijk sowieso. Kun je iets zeggen over waarom moet je nou die padden nou redden? Het punt is dat padden heel traag zijn, zeker als ze net uit winterslaap komen. Dat geldt ook voor salamanders. Mm. En dan worden ze dus gewoon doodgereden op het fietspad voordat ze aan de overkant zijn. Kikkers hoef je meestal niet over te zetten. Dat is echt hoep, hoep, klaar. Vandaar. Ja, oké. Okay. En het gaat gewoon heel slecht met de padden in Nederland. We hebben sinds 2008 de helft minder padden. Oh, dat is wel heel erg dramatische afname natuurlijk. En kun je daar iets over zeggen? Want waarom willen we nou dat er. Wat is er op tegen, zeg maar, dat er straks geen padden meer zijn? Waarom willen we padden hebben? Waar zijn ze goed voor? Ja, ze zijn goed voor zichzelf, weet je. Je hoeft niet per se vanuit de mens te redeneren. Dat snap ik, ja. Waarvoor is het eigenlijk goed dat er mensen zijn, kan je dan ook vragen. Ja. Daar hebben de padden misschien ook wel een mening over. Ja, dat is waar. Als je wel vanuit de mens wilt redeneren, ja, weet je, padden zijn gewoon cool. Kijk er maar eens goed naar, ze zijn zo leuk. En daarbij, ze vervullen een heel specifieke functie in het ecosysteem. Het is niet alleen maar de pad, het is het hele systeem eromheen. Ja. Padden worden gegeten, niet zo heel veel, want daarvoor hebben ze die leuke gifstofjes in hun huid. Uh-huh. Maar ze vreten ook bijvoorbeeld regenwormen, slakken, insectjes. En als dat allemaal wegvalt, kan je ineens zomaar een slakkenplaag in je tuin krijgen. Oh ja, kijk. Nou, daar hebben we meteen een bruggetje naar wat hier allemaal op tafel staat. Er staan hier namelijk een hele hoop verschillende soorten planten. Daar gaan we het straks over hebben waarom deze planten nou niet iets is wat slakken willen eten, behalve de vorsten. En een hele hoop dingen die mensen soms proberen als ze slakken in hun tuin hebben. Waaronder dus koffiedik en eieren en paneermeel en bier. Dus vandaar dat hier allemaal gezellige biertjes staan. Dat is niet omdat we zo meteen gaan borrelen. Dus ik denk dat meteen het bruggetje is naar het volgende onderdeel. Namelijk, de slakken uit jouw eigen tuin. Ik zat me al af te vragen waar de foto's zijn, maar daar zijn ze. Dit zijn twee soorten slakken, toch? Want ik zie eentje in een huisje en eentje zonder. Daarvoor zie je nog klein en vaag een naaktslakje. Dat deze is weer een derde slakkensoort. Ja, inderdaad. Dus het zijn drie soorten? Klopt. Kijk. Ja. En dit zijn toevallig alle drie slakken die er ook onbekend staan dat ze heel graag een hap uit jonge plantjes nemen. Mm-hmm. Lang niet alle slakken doen dat. Heel veel slakken zijn meer geïnteresseerd in algengroei, in afval van dode planten en zo. Oh. Dus die willen helemaal jouw jonge plantjes niet. En deze drie slakken, als je nog even teruggaat naar de vorige foto, dan vertel ik even wie het zijn. Dit is de gewone wegslak. Dit is de segrijnslak. En dat is de zwervende akkerslak. Jeetje. Die lusten allemaal graag jonge plantjes. Als je de plant goed laat uitgroeien voordat je hem in je tuin zet, hebben ze al veel minder interesse. En als je zorgt dat er ergens anders lekker veel bladafval ligt en algen, dan is de kans heel groot dat ze dat gewoon gaan vreten. Oké, dus sowieso, ik wist niet dat niet alle slakken planten eten. Dat wist ik sowieso al niet. Maar dus ook dat het dan specifiek deze en dat ze eigenlijk ook liever andere dingen hebben dan planten. Als het even, zeg maar, als ze de keuze hebben. Mm-hmm. Want die andere foto, zeg maar, dat was deze, waar je dan heel goed kan zien dat ze hier wel aan planten eten zijn. Of is dat, lijkt dat maar ja, zo? Ja, dat is wel zo.
Hoewel, of ze van deze planten nou echt eten, vraag ik me af. Ik denk eerder dat ze hier net uit hun schuilplaats komen. Dit is namelijk een lekker dichte plant, die kruipende klokjes. Ja. Waar de slakken zich gewoon schuilhouden als het warm is. En zodra het dan lekker gaat regenen, dan komen ze tevoorschijn. Dus je ziet hier ook weer diverse van die gewone wegslakken. En ja, trouwens, als ze van deze plant eten, ik heb er genoeg, maakt mij niet uit. Dat mogen ze van jou, ja, doen. Oké, okay. En dit is een foto uit jouw tuin. Ja. Even kijken, want hier hebben we nog iets eentje. Je had deze ook ingestuurd. Kun je hier iets over vertellen waarom je dit hebt opgestuurd? Kijk, dit is dus een ideale plant, de monnikskap. En daarnaast zie je een ligustertje. Oh ja. Die lust de slakken helemaal niet. Kijk, er zijn dus ook heel veel planten die slakken helemaal niet willen eten. Ja. Kijk. Dus monnikskap en liguster, dat is een goeie. En dit is eentje die wel de planten, zeg maar, duidelijk niet wil laten vinden. Ja, ja, ja. Dit is gevlekt lonkruid. Ik ben dol op deze plant. Ik heb hem geërfd van mijn voorgangers in deze tuin. Maar het is enorm onderhoudsrijk. Iedere keer dat het regent en 's avonds moet ik de slakken eruit gaan halen en op mijn compost opzetten. Ach. Ja, ik heb het ervoor over, maar slim is het niet, zo'n lonkruid in je tuin. Dit is een andere oplossing. Dit zijn ook allemaal planten die slakken lekker vinden. En die heb ik dus hoog gezet. Oh. Eigenlijk moet je slakken om de tuin leiden door je planten hoger dan 1 meter te zetten. Slakken klimmen tot 1 meter. Mm-hmm. Maar in feite zie je al dat het op zo'n hele lage etagère op de onderste verdieping... Ze doen wel wat, maar het scheelt enorm voor de aantallen slakken die denken, laat ik daar eens hoog gaan kijken. Aha. Dus als je zeg maar, wat je zegt, ik haal ze er zelf gewoon af met de hand. Ik zet mijn planten veilig hoog en ik let gewoon vooral op planten die slakken helemaal niet zo lekker vinden. Ja, okay. En ik heb een composthoop. Oké, okay, dat is dit dus. Dat is de composthoop. Kijk nou, aan. Je ziet, het is een enorm succes. Ja, ja. Slakken blij, ik blij. Ja. Want compost, dat gebruik je vervolgens weer voor de planten? Nee, dit, ja, deels wel. Maar dit is ook een composthoop die ik gewoon met rust laat en waar... Een waar soort voor de slakken eigenlijk natuurgebiedje is. Is ontstaan. Ik heb er ook wel eens een hommelnest in gehad. Oh, en er komen ook wel eens muizen om een slakje te verschalken. En hier zie je dus ook, hierachter ligt een andere composthoop. En dit is een egelpoepje. Aha, ik vroeg me af, is dat nou weer een slak? Maar dat is een egelpoepje. Klopt. Dus. Oké, okay, ja. Want egels houden ook van slakken. Egels houden enorm van slakken. En ik heb dus iedere avond een egel in mijn tuin die zegt, Corinna, fantastisch, dankjewel. Oké, okay. Dat is wel heel gezellig. Ja. Dus dat is soort van jouw oplossing, zijn de natuurlijke vijanden, de muizen en de egels, zelf verwijderen en dan nog de planten hoog zetten. Dat is eigenlijk de makkelijkste. Dan hebben we ook nog makkelijke planten natuurlijk. Nou, om te beginnen wilde ik eventjes aftrappen met een filmpje van een hele makkelijke plant die je nu heel veel ziet. Namelijk klaprozen en papavers. Nou, je ziet hier een heel mooi filmpje, dat is van Marijke Langeveld. Die heeft dat naar ons opgestuurd met, je zag een hele blije hommel denk ik, wegvliegen. Durf dat niet? Ja, je zit te knikken, dat is een hommel. Goed zo. Dan had ik het goed. Ha, gelukkig. Nou, er zijn een hele hoop andere kruidige planten waar slakken niet zo erg dol op zijn. En een ervan is een hele bekende die ook nog eens heel goed is voor bijen. Dus dat is een leuke om in je tuin te halen als je hem nog niet hebt. Dat is namelijk de lavendel. Die gaat nu ook, zeg maar, als het wat droger is. Het heeft toevallig de afgelopen tijd weer wat meer geregend. Maar daarvoor was het een tijdje best droog. Nou, dat kan de lavendel nog best wel hebben. Dat is hier. Je ziet hem zitten met een blije vlinder. Dus dat is een makkelijke plant die kan. Verder zijn er heel veel ruikende planten die dieren op afstand houden. Dus nou ja, citroenachtige geuren, die helpen heel erg veel. Dus je kan denken aan citroenmelissen of zoiets dergelijks. Kun je ook bij de meeste tuincentra wel kopen. En sowieso kruiden. Ik had natuurlijk een tijdje geleden hadden we een aflevering over kruiden. Nou, mijn basilicum heeft inmiddels goed veel worteltjes gekregen. En de bleekselderij is gesneuveld in de regen. Dus die heeft het niet gered. Maar hij had allemaal mooie blaadjes. Maar kruidenplanten zijn vaak een oplossing, want heel sterk smakende of ruikende planten vinden slakken niet zo lekker. Dus dingen als munt en rozemarijn. Nou ja, dit is nog een lavendeltje. Maar er zijn ook andere planten. Nou, hier heb je de munt, deze is in mijn eigen tuin. Die gaat ook flink woekeren. En dat is nou precies zo'n plant waar ze niet zo dol op zijn. Rozemarijn, dat is deze. Krijgt ook allemaal mooie bloemetjes, dat weten heel veel mensen niet. Maar hij gaat gewoon bloeien. Dus dat. En je ziet ook dat er hier een hele hoop andere planten staan die daarbij aansluiten. Dit is een salie. Dat is ook een plantje met kruidig blad. En daar komen straks nog terug. Hij heeft haartjes. Haartjes, dat zijn natuurlijk een goeie. Goed, iets dat slakken niet lekker vinden op het blad. Wat je hier ook ziet is de grote bleekselderij. Dit is ook in mijn eigen tuin. De kleine bleekselderij is helaas gesneuveld. Maar de grote die ik al had, die is enorm gegroeid de afgelopen tijd. Dus die is nu meer dan 1 meter hoog. Dus dat is wel even grappig om te benoemen. Nou, de grote overkoepelende noemer hierin.
als je planten wilt die slakken niet gaan eten, zoek dan vooral ook naar planten met harde bladeren, planten met stekels en haren of planten die echt heel sterk ruiken. Dus dat is ook wat je hier ziet. Ik heb hier een paar plantjes die heel erg harig zijn. Dat zijn deze. En ik weet even niet meer wat deze nou was. Het was een... Nou ja, ik weet het even niet. Kom ik misschien zo weer op. We hebben een distel, die heeft stekels. En nog eentje met stekels. En we hebben een hulst, die heeft hele harde bladeren. Nou, Carla Teunissen van de Hortus, die kan ons ook nog wat meer vertellen over planten waar insecten niet zo dol op zijn. Dus we gaan eventjes over naar Carla. Dit keer willen we eigenlijk iets vertellen over planten waar beesten of insecten geen zin in hebben. Ze zijn gewoon niet lekker, om wat voor reden ook. Hier heb je salvia, Salvia officinalis, een medicinale plant en een keukenkruid. Lekker in de, hoe heet dat, in de haché en dat soort van dingen. Ook al bij de antieke Grieken en Romeinen in gebruik. Maar als je hem wrijft en ruikt, ik vind het wel lekker, maar een heleboel insecten vinden het vies. Dus ze blijven er wel af. Ik bedoel, je gaat niet iets eten wat niet lekker is. Daarom hebben heel veel planten ook bijvoorbeeld bittere smaakstoffen. 1 keer proeven, uitspugen en nooit meer. Nou, dit is dus ook helemaal gaaf. Nooit een insect aangeweest. Dus prima. Ik heb er nog één, balote. Een ontzettend aardig plantje. Heel zacht, heel viltig, wollig. Nou, dat wollige, er is ook geen insect, geen beest ook trouwens, die dat nou heel erg lekker vindt. Een andere die ze ook allemaal niet echt lekker vinden, dit zijn de bladen van een papaver. Zo'n echte tuinpapaver. Dus niet de slaapbol van opium en ook niet de eenjarige. Dit is zo'n hele mooie tuinpapaver, zo'n rode grote met een zwarte bodem. Maar er zijn ook hele mooie witte. Hij voelt wat hard. Er zitten allemaal haartjes op. Nou, er is geen beest die bij zichzelf denkt, kom, laat ik daar eens gezellig in gaan knagen. Dus deze wordt ook maar heel weinig opgegeten. Inmiddels gelopen naar een plant die één en al afweer tegen beesten is. Niet zozeer insecten, maar geiten en ik weet niet wat allemaal voor leukerts. Die bestaat alleen maar uit stekels. En je kan hem ook zowat niet vastpakken. Ik aaide nu zachtjes over. Maar je kan hem bijna niet vastpakken, want hij zit vol met stekeltjes. En er is geen beest die zijn zachte tong daaraan waagt. En mensen die de klassiekers kennen van Winnie de Pooh, Eeyore, die altijd zo zielig was en altijd pech had, is op een gegeven moment hier middenin gaan zitten. Toen hebben ze hem eruit gehaald en toen hebben ze hem zijn achterkant helemaal ontstekeld. Hij zat vol. Nou, en dat is dus de Ulex Europaeus. Groeide vroeger eigenlijk nauwelijks in Nederland. Omdat het bij ons net iets te koud was. Maar bijvoorbeeld meer naar het zuiden. Engeland staat er vol mee. Als je van de boot van Hoek van Holland naar Harwich ging, dan ging je met de trein van Harwich naar Londen en dan kwam je langs hellingen die helemaal geel waren met de Ulex Europaeus. Nou, dat zijn in ieder geval een duidelijke. En het was dus Carla Teunissen. Ik zei het eventjes verkeerd. En dan weet ik dus ook weer dat dit een walote is. Dus dat is dan ook weer, heeft Carla me even mooi voorgezegd. Nou, god, als je nou wel eenmaal die met een tuinplaag zit, dan kun je die natuurlijk wel gewoon bestrijden. Nou, een van de meest voorkomende die we natuurlijk veel horen is de bladluis. We zijn daar al wel eens eerder op gekomen in de aflevering. Met Wouter was dat, die daar toen vertelde van nou, ik heb er eigenlijk niet zo last van, want ik heb heel veel andere diertjes die bladluizen eten. Heb jij wel eens last gehad van bladluis in je tuin? Ja, zeker. Ik heb vroeger een roos gehad die 1 knop kreeg. En die zat helemaal vol met bladluis. Mm-mm. Toen heb ik toch even dit gedaan. En dat heb ik toen nog een paar keer gedaan. En toen waren ze weg. Oké, dus je hebt ze gewoon met de hand zo eventjes afgepeuterd. En toen ging het eigenlijk wel prima. Ja, kijk, weet je, dat is gewoon eigenlijk mijn favoriete manier van niet al te grote bedreigingen voor je planten doodmaken. In die zin dat het voor de beestjes in elk geval een snelle en nette manier is om ze dood te maken. Het is geen langzame dood door vergif. Nee. En het is gifvrij. En je kan even je eigen lagere instincten en je moorddrang uitlaten. Als je erg boos of gefrustreerd bent. Ja, het is gewoon lekker. Maar niet verder vertellen. En verder op het moment... Ja, die roos heeft het uiteindelijk niet gehaald.
En dat was heel jammer. En de planten die ik nu heb, die nog gevoelig zijn voor bladluis, daar laat ik het lekker zitten. Want ja, voor de koolmezen is dat een uitkomst. Voor de jonge lieve heersbeestjes ook. Dus het wordt wel een beetje in balans gehouden allemaal. En wat ik recent heb geleerd, toen ik keek naar overlast door wespen, is dat bladluis helpt tegen wespenoverlast. Oh, dat is nieuw. Ja, de zogenaamde limonadewespen die in augustus op jouw limonade afkomen, check. Die doen dat omdat ze dan in hun eigen nest geen zoetigheid meer krijgen van de larven. Ja. En bladluizen produceren ook zoetigheid. Aha. Dus als ik bladluizen in mijn tuin heb, dan gaan ze niet meer naar mijn limonade en mijn ijsjes toe? Dat zou je kunnen hopen in elk geval. Okay. Ik ga het zelf proberen deze zomer. Ja, het klinkt ook wel logisch. Want je hebt dus eigenlijk gewoon een hongerige wesp die gewend is dat hij zoetigheid krijgt van die larfjes. Ja. Dat is er niet. En dan gaat hij zoeken. En dan zou het zomaar kunnen dat hij dus eerder de bladluis vindt dan mijn limonade. Oké. Okay. En verder, zeg maar, nou ja, we zijn nu bij de wespen aanbeland. Zijn er nog andere dingen die ik er tegen kan doen als ze eenmaal wel bij mijn limonade in de buurt zitten? Of is het dan te laat? Het is sowieso een goed idee om wanneer jij eens even lekker in de nazomer op je terras wilt gaan zitten, aan de andere kant van je tuin een schoteltje stroop, honing, whatever neer te zetten, zodat ze daar allemaal op afgaan. Als je ze niet in huis wilt hebben, wat je waarschijnlijk echt niet wilt, gewoon een kwestie van horen, kralen, gordijnen en dat soort dingen. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat echt helpt. En verder, ja, ik ken iemand die vindt het leuk om wespennesten in zijn tuin te hebben. En die zegt, ja, weet je, het is eigenlijk alleen maar handig, want ze vreten alle muggen en vliegen op. Oh ja, dat heb ik wel eens gehoord, ja. Want die geven ze namelijk, die voeren ze aan hun larven. Ah ja, het zijn eigenlijk roofdieren. Ja. Ja, en er zitten 2000 wespen in een nest. Die eten heel veel muggen en vliegen en andere beestjes weg uit jouw tuin. Okay. Dus in die zin is het zo gek nog niet. Verder zijn wespen uit zichzelf niet in mensen geïnteresseerd. Dus als jij kalm blijft, zodat de wesp die in jouw tuin rondhangt of bij jouw limonade zit, dan gebeurt er niks. Dan gaat hij ook niet bijten. Als dit limonade is en er hangt hier een wesp rond, dan is het enige wat ik doe even mijn bril afzetten. Zodat hij er niet achter komt. Ja. Oh ja. En verder, I don't care. Ja, ik moet even goed opletten als ik een slok neem. Ja, oké. Okay. Dat is wel verstandig om te doen. Maar ik denk dat de meeste mensen dat sowieso wel doen als ze helemaal aan het rondvliegen zijn. Nou, dan gaan we naar jouw, denk ik, meer een beetje favoriete diertje. Ja. Dus ik heb een slak. Nou, ik vond dit wel een hele mooie foto ook. Ja, maar dit is een wijngaardslak. Die hebben wij geheid niet in onze tuin. Nee. Hij lijkt heel erg op de schagrijnslak. Hij heeft een huisje, maar het is dus een wijngaardslak. Dus dit zijn de slakken die Franse mensen dan ook eten? Of is dat weer... Ja, zeker. Er schijnen zelfs Nederlanders te zijn die ze eten. Ik heb het geloof ik ooit wel eens in Frankrijk inderdaad gehad. Maar dat is wel een interessante, want slakken... Nou ja, ik heb een beetje rondgekeken en mensen halen de vreemdste dingen eruit om slakken te bestrijden. Ik was heel benieuwd wat jij van al die middeltjes vindt. Want wat ik dus wel eens heb gehoord, ik zet even deze plantjes terug, is dat mensen dan allemaal kapotte eierschalen pakken en die om hun planten heen doen. Helpt dat een beetje? Ik zou zeggen dat eigenlijk slakken juist aanlokt. Echt? Althans, de grote huisjeslakken. Die hebben namelijk om hun huisje te maken kalk nodig. Oh, en dit is kalk? Ja. Ah. En verder, als je, kijk, veel mensen denken, dan heb je bijvoorbeeld ook mensen die met potscherfjes gaan werken, met glas. Ja, dat heb ik zelfs gehoord. Dat maakt slakken allemaal niet uit. Daar hebben ze namelijk die slijmlaag voor onder hun loopbuik. En die slijmlaag betekent gewoon een fantastische isolatie, zodat ze schaterlachend overal overheen lopen. Als ze dus maak je daar. Lachen, zouden ze denken, sneu met die scherfjes. Ja, zeker. Oké. Okay. Okay, daar hoef je geen illusies over te maken. Deze is uitgerangeerd, dat werkt niet. Dan hebben we koffiedik. Dat hoor ik ook vaak, dat mensen zeggen, ja, als je dat om je planten heen strooit, vinden ze heel vervelend. Ik hoor daar verschillende verhalen over. Dus ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Dat zou ik eens een keer kunnen doen. Het fijne met koffiedik is misschien dat het een beetje zuurig is en in die zin niet lekker voor slakken. Mm-hmm. En het is verder gewoon goed voor je tuin, schijnt. Ja, compostachtig. Ja. En ik hoor van verschillende mensen verschillende verhalen over hoe goed het werkt. Oké. Okay. Nou, dat is dus misschien een optie. Maar ja, het is handig als je het in huis hebt, dan kun je het in ieder geval proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Paneermeel. Ik heb wel eens gehoord dat mensen dat gebruiken, want dan is het idee, dan eten slakken zich veel te vol en dan gaan ze dood. Werkt dat? Heb jij daar wel eens van gehoord, dat mensen dat doen? Ik heb er nooit van gehoord.
En ik denk zeker dat slakken dit onwijs lekker vinden. Maar dat ze zich doodvreten, nee, vergeet het maar. Ik heb nog nooit gehoord dat een dier überhaupt zo snel... Maar goed, ja, nee. Dit is het idee dat dat werkt. Maar goed, ze vinden het waarschijnlijk heel lekker. Dus dat ja, is dus als je dit aan de andere kant van je tuin strooit, gaan ze allemaal daarheen. Okay. Dat kan wel goed werken. En tot slot had ik dan nog kort, maar dat is dus misschien een beetje snel. Bier hoor je vaak. Ja, dat werkt fantastisch. In die zin, ja, je moet dan dus wel bereid zijn je slakken een verdrinkingsdood te bezorgen. Okay. Ik zou dat zelf nooit doen. Maar dit is in elk geval een betere oplossing dan gifkorrels. Want als je slakken vergiftigt, dan vergiftig je ook gelijk je egel en je merels en al het andere in je tuin. Alle vogeltjes en dingen. Ja. En hier is natuurlijk wel, er vallen ook andere diertjes. Dus dat vind ik wel altijd een beetje zielig. Maar ja, je kan dus een bierval maken. Dat is misschien nog de beste oplossing. En verder zijn het de natuurlijke bestrijders. Er staat hier een foto van een pad. Maar we hebben ook... Nee, dit is de pad kikker. Die er net ja, was, de kikker. Ja, draaiden ze om. De kikker, de pad. De eend eet heel veel slakken. Ja. En egels, die zei je zelf ook al. Je liet al dat egelpoepje zien net. Ja. Die houden er enorm van. Nou, dat is sowieso natuurlijk leuk. Wat ook leuk is, en wat misschien wel een mooi item is om nu eventjes kort naar over te gaan, is de winnaar van de Groene Tuinenactie in de Zeeheldenbuurt. Want die is nu uitgekozen uit alle inzendingen die we hebben gekregen. En de gelukkige winnares, Ezra El Hayo, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die heeft nu krijgt een groene tuin. Dus zij gaat van een versteende tuin naar een groene oase, zullen we dan maar even mooi zeggen. De prijsuitreiking hebben we opgenomen en daar gaan we nu even naar kijken. We zijn hier in de Zeeheldenbuurt waar we de uitreiking gaan doen van de groene tuinverbouwing. En ik ga aanbellen, ga je mee? Hoi. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn van het jaar van de tuin. Ja. En we komen jullie vertellen dat jullie de tuinverbouwing hebben gewonnen. Oeh, wat een leuke nieuws. Ja toch? Ja. Op deze bewolkte maar zomersdag mogen we bij jullie in de tuin komen kijken. Ja, natuurlijk. Kom binnen. Nou, dit is jullie achtertuin. Fijn dat we even mogen komen kijken. Ja, ik zie heel veel stenen. Ja. En we zijn natuurlijk bezig met het NK tegelwippen. Een beetje een gekke term. Maar het doel is dit jaar om zoveel mogelijk tegels uit tuinen te halen. Dus hartstikke fijn dat jullie mee wilden doen met deze wedstrijd. Ja. Ik zie een hoop mogelijkheden. Ja. Hebben jullie zelf al een beetje nagedacht wat je zou willen met de tuin? Ja, we willen graag een plek waar we kunnen meer ontspannen. Misschien een terras met een paraplu die beschermt ons van zon, van regen in de winter. En ook, we willen graag een plek voor onze kinderen. Daar kunnen ze lekker spelen. Misschien trampolines, schommels, glijbaan, ik weet het niet. Ja. Veel spelletjes die kunnen voor kinderen. En groen. Ja. Die geeft een heel positief gevoel als jij daar naar kijkt. Ja. Misschien ook een fontein met een vissen daar kunnen inzwemmen. Ja, en die tegels die kunnen als een andere, wat jij hebt gezegd, meer hier in bloemen hier, kunnen behangen of aanhangen. Ja, meer misschien verschutten, duur, vernieuwen. Verticaal groen, dus lekker groen. Ja, lekker groen. Ja, schilderen, schilderijen daar. Ja, mooi. Ja, ik hoor dat je een hele hoop leuke ideeën hebt. Ik denk dat we daar absoluut een hele hoop mee kunnen. We komen binnenkort met een ontwerper en die gaat dan met jou kijken naar de tuin. Hoe groot is die? Wat kan er allemaal? Ja. Wat willen jullie graag? En dan gaan zij een mooi ontwerp maken voor jullie. Ja. En de kinderen. Ja, ja. En ja, heel erg bedankt voor jullie. Ik ben heel, heel erg blij om met deze wedstrijd te winnen. Leuk. Een heel positief gevoel heb ik. Ja, ja, ik ben bang van vlieg van blijheid. Ja, we gaan kijken of we een mooi plekje kunnen maken voor jullie. Waar je lekker kan zitten, waar je kan ontspannen, genieten van het groen. En waar jullie kindjes ook lekker kunnen genieten van de tuin. Ja, heel erg bedankt. Dat gaan we doen. Ja.
Nou, dat was nou erg leuk om te zien. Ik ben heel benieuwd ook wat het gaat worden, maar daar gaan we de komende tijd meer van laten zien natuurlijk. Mocht je nou zelf denken, ik wil ook mijn vingers beginnen te jeuken, ik ga er tegels uithalen. Er gaat een tegeltruckservice van de gemeente rijden. 1 à 2 keer per week. En dan kunnen we tegels bij je ophalen. Dan kun je een afspraak voor maken om de tegels zeg maar voor aan de straat klaar te zetten, zodat ze je dan gemakkelijk meegenomen kunnen worden. Als je dat wilt, dan hoef je alleen maar een mailtje te sturen naar jaarvandetuin@leiden.nl. En dan komt de tegeltruckservice bij je langs op afspraak. Dus dat is sowieso natuurlijk een hele leuke. Dan hebben we eigenlijk alleen nog maar de tegelstand om naar te gaan. Want hoe staat het inmiddels met Leiden? Hebben we onze plaats weten te behouden in de ranglijst? Of is het toch een beetje gezakt? Is het toch een klein beetje gezakt? We staan nu 8e. Ik vind dat wij beter kunnen. Dus, en zeker met een tegeltruckservice denk ik dat wij in no time flink moeten zouden kunnen stijgen. Dus haal een tegel uit je tuin, al is het er maar 1. Zet er een gezellige hulst in of een mooie andere plant waarvan je denkt met harige blaadjes, die kan de slakken aan. En maak een foto, upload hem bij de NK Tegelwip website. Want dan gaan we langzaam maar zeker weer een beetje omhoog kruipen. Want op dit moment vind ik het een beetje een slakkentempo. Dan tot slot kregen we nog een kijkersvraag. Want we kregen een filmpje van vreemde kevertjes op een plant. En daar gaan we even naar kijken en dan gaat Marjan ons uitleggen wat we daar nou precies zien. Nou Marjan, we zagen net allemaal kevertjes kruipen. Jij bent van de schooltuin, je weet vast wat voor kevertjes dat waren op dat rozemarijnplantje. Ja, heel mooi zijn ze. Rozemarijnhaantje. Ik heb ze vorig jaar ook pas voor het eerst in Leiden gezien. Bij ons op de rozemarijn. En ik heb hier in de tuin bij mezelf, waar ik nu sta, heb ik ze nog niet. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Ze komen eigenlijk uit het zuiden en alles schuift een beetje op. Hè, omdat onze rozemarijn nu ook niet meer afsterft. En het is eigenlijk weer een nieuwkomer. Maar je moet weten dat er... Dit soort kevertjes zijn er op bijna alle planten. In Nederland heb je wel 350 soorten. Oh. Ik ben zelf fan van het elzenhaantje. En het wordt pas gevaarlijk als het dus echt een land- of tuinbouwsoort is. Zoals de aspergehaantjes. Ja, die kunnen een plaag vormen. En de Colorado-kever, dat kennen we nog van vroeger. Dan leerde je dat op school, hoe plaag dat was. Maar zo'n rozemarijnhaantje, nou, die knoppelt een klein beetje. En ik geloof nog niet dat dit ernstig wordt in je tuin. Oké, want dat was inderdaad mijn vraag van, joh, is dat nou gevaarlijk? Moet ik me nou zorgen maken voor mijn rozemarijn? Maar jij zegt, nee, dat hoeft niet. Nee, van genieten. Het is, kinderen noemen zoiets een discohaantje, want het heeft hele mooie kleurtjes. En dan moet je maar eens kijken, die fraat is zo klein. Dat zijn eigenlijk kleine bruine plekjes. Dan gaan ze wel eitjes leggen en hun larven eten dus ook weer rozemarijn. En ze lusten niks anders. Ze eten dus, echt alleen maar rozemarijn. Wat kieskeurig, wat grappig. Ja, en daarom zeg ik dus, van als je er een ander soortgelijk beestje ziet op een andere plant, een dovenetel of een munt, dan zeg je gewoon dovenetel of wel munthaantje. Nou, die laatste die is al langer in Nederland en die was bij ons in de kruidentuin wel lastig. En toen zijn we gewoon alle blaadjes, alle stengeltjes waar veel eitjes op zaten, die zijn we er maar af gaan knippen en naar de composthoop gaan brengen. En nu zijn het er ook helemaal niet veel meer. Oké. Oh, dat is eigenlijk dus de makkelijkste manier weer gewoon verwijderen. Nou, dankjewel voor je uitleg. Ja. En onthoud, hè, hoe meer biodiversiteit, hoe stabieler, dan wordt het nooit een plaag. Dan wordt het nooit een plaag. Nou, dan nemen we die mee. Dankjewel voor je uitleg. En dan zijn we denk ik aan het einde gekomen van de aflevering met leuke discohaantjes. Nou, en de les dat je dus van iedere plant een haantjessoort wil hebt. Ik zou zeggen, blijf kijken naar Jaar van de Tuin. En graag tot de volgende aflevering.